ben Dirk Vleunen, creatieve retailstratege bij Kega. Kega, grote retailbureau, cross-channel retailbureau in Nederland. En de Benelux. En zelf help ik klanten, diverse klanten, met hun omnichannel vraagstukken. En probeer daar ook een lijn in te houden, zodat klanten van onze klanten een eenduidig beeld van de retailformule blijven houden. Oké. Het congresthema dit jaar is Reinventing Retail. Hoe draagt uw organisatie daar aan bij? Wat zijn jullie innovaties daarin? We hebben naast een aantal innovaties, die zijn, vinden we heel erg belangrijk, maar minder belangrijk dan de vraag van onze opdrachtgevers. Wij gaan met onze klanten aan de slag om te kijken wat hun potentieel is ten aanzien van hun omnichannel mogelijkheden, als dat in het vraagstuk ligt. En daarbij kijken we eigenlijk per retailer wat in zijn mogelijkheden ligt. En dat kan heel divers zijn. De ene retailer heeft databases perfect op orde. Kun je al veel meer CRM-strategieën in. Dat doortrekken naar winkelvloerniveau en daar ook de innovaties op aanpassen. Terwijl er andere retailers zijn die nog aan het stoeien zijn met welke database moet ik gebruiken. Ja, dan heb je een heel ander vraagstuk. En daarmee gaan we dan aan de slag. Maar als we dan naar innovaties kijken, we doen veel voor Score en Chasing. Daar hebben we nu een flagship store neergezet in de Negen Straatjes, in de Wolfstraat. En daar hebben we een hele videowall geplaatst, waarbij direct beelden door het winkelpersoneel op de videowall als second screen geschoven kan worden. Daar eigenlijk een enorme experience neer te zetten, wat voor een merk als Chasing belangrijk is. Via de tablet direct kunnen verkopen, ook als er geen voorraad in de winkel is, gekoppeld aan de webshop. Zij hebben hun voorraad ook sterk op orde, dus dan kan dat. En dat zijn innovaties waar we echt heel enthousiast van worden en al verder mee aan het gaan zijn. Okay. En we zijn hier in de Amsterdam Arena, waar Retail Champions Rise. Welke retailer is volgens jou de kampioen of wordt de kampioen en waarom is dat? Dat is altijd lastig beantwoorden. Ik kan één naam geven, misschien een paar jaar geleden gaan, dat is die. Maar eigenlijk, naarmate we meer kijken naar wat de mogelijkheden zijn per retailer, kan je zeggen, die scoort daar heel goed op, die daar. Dat ligt weer in de mogelijkheden die een retailer heeft. Het is denk ik te simpel om te zeggen, een score waar wij dan van werken op Hunkemuller, die al zoveel systemen al jarenlang heeft, dat is een champion. Ja, dat zijn ze om wat ze neer hebben gezet. Maar aan de andere kant kan een Action die hier vandaag spreekt, die misschien helemaal niks met omnichannel doet, maar winkels blijft openen op de fysieke winkelvloer, ook een champion zijn. Dus in dat opzicht is het niet, wat ons betreft, één champion die er staat. Het ligt echt wat je uitgangspunten zijn. Een mooi voorbeeld wat we vinden is Warby Parker in New York, een opticien die voornamelijk via online sales begonnen is. De klant enorm goed kent en pas later winkels zijn gaan openen. Waar zij heel sterk naar gekeken hebben is hoe passen mensen online brillen. Doen ze dat met allerlei augmented reality technieken? Dat werkt niet, want het voelt niet hetzelfde. Dus wat zij hebben neergezet is een doosje gemaakt waar je 5 brillen kan selecteren. Die worden dan naar jou toegestuurd zonder glas erin. Die mag je alle 5 gratis een week proberen, kijken wat jou goed staat. En vervolgens stuur je terug wat je wil houden en met een briefje erbij. En dan krijg je de brillen toegestuurd met de juiste sterkte erin. Zij hebben op deze manier, doordat je veel meer gratis geeft, ook een veel hogere aantal stuks wat mensen aanschaffen. Want die ene bril staat goed, maar die tweede staat ook wel leuk. Laat ik ze allebei maar nemen. En die kijken daar heel sterk naar. Maar ook dan weer naar welke doelgroep spreken ze aan. Op hun webshop hebben ze een monocle staan. Het is het meest bestelde product, maar het minst verkochte product. En waarom? Elke man die bestelt wil een monocle proberen. Dat wil je gewoon. Je wil zien hoe je eruit ziet als een man met monocle. Het zit vreselijk. Het is ongelooflijk vervelend, maar ze blijven sturen. Het gaat nooit als assortiment. Gewoon om een stukje fun. Dan ben je wat mij betreft wel een champion dat je dat durft neer te zetten. Ja, dat klopt wel. Dat is ook wel heel leuk. Hè? En hoe ziet dan de Nederlandse retail eruit in de toekomst? En wat doen voor jou dan e-commerce en mobile? Die gaat nog steeds veranderen elke dag. Ik denk dat de grootste uitdagingen niet voor de Nederlandse retailers zijn. Je eigenlijk vormen naar je eigen klanten. Naar de consumenten die op de winkelvloer of op online shoppen. Wat verwachten zij? Hun verwachtingspatroon is hoger en verder vaak dan retail kan veranderen. En heb je net alles op orde? Hebben we eindelijk de m-commerce misschien aangesloten dat je in de winkel gratis wifi hebt, de vergelijkingssites kan opzoeken? Dat is fantastisch. Komt zo denk ik Google Glass eraan. Dan hebben we weer een totaal nieuwe techniek. Duurt misschien nog 2 jaar. Heeft dan misschien nog een jaar extra nodig om bij de Nederlandse consument binnen te komen. Maar als we ze allemaal op hebben, begint de hele riedel weer opnieuw hoe je dat in je commerce moet gaan verwerken. Dus ik denk dat wat de Nederlandse retailer goed moet doen is zich snel kunnen aanpassen. Goed kijken, niet alles helemaal vastzetten van nu werkt het zo. Want de consument verandert zo snel, is het zorgen dat je eigenlijk daarop kan aanpassen. Misschien wat Darwin al een hele tijd geleden had gezegd. The strongest species doesn't survive, but the most adaptive.